Welkom bij de Magische Momenten-podcast. Mijn naam is Dolly Heuveling van Beek en vandaag heb ik een meditatie voor je die je gaat helpen om om te gaan met weerstand wanneer je groeit. En dat is wel een bekend verschijnsel, denk ik. Dat je weet dat als je groeit, als je uit je comfortzone komt, als je uitdaait in je mogelijkheden en in je gedrag dat je dan ook juist weerstand tegenkomt. En het is heel belangrijk om te zien dat die weerstand niet een teken is dat je weer tien stappen terugzet, of dat je nog steeds niks geleerd hebt, of al die dingen die je mindje zomaar wijs kan maken. Nee, het is juist een teken van groei, omdat je ontdekt tot waar je je nog comfortabels voelt, tot waar je zenuwstelsel nog zegt, ja dit is oké, okay, hier kan ik helemaal Kalm en rustig bij blijven. Op het moment dat je dingen gaat doen die je normaal niet zo snel zou doen. Op het moment dat je uit die welbekende comfortzone gaat en meer spannende dingen gaat ondernemen of gaat toelaten in jezelf. dan kom je weerstand tegen. En dan kun je weerstand tegenkomen, moet ik zeggen. En vaak zal het gebeuren. En dat is, zoals gezegd, geen teken van achteruitgang, maar juist van vooruitgang. Helaas zal je mind, zullen je gedachten je vaker tegenovergestelde proberen wijs te maken, en dat is zo omdat onze mind graag dingen bij hetzelfde houdt. Je ego, je gedachten, je mind, ze houden niet van verandering. Ze willen je veilig houden. Maar voor jou om te groeien, weet je dat je soms die spanning een beetje op wil zoeken en dat je op een andere manier met weerstand om wil gaan. Daar helpt deze meditatie je uitstekend bij, omdat we gaan zien dat weerstand geen teken is van achteruitgang, geen muur waar je nooit doorheen zal komen, ook geen teken dat je heel veel moeilijk werk moet doen, maar juist een teken van vooruitgang en een zegening, een blessing voor jou. Nou, hoe dat werkt, dat ontdek je in de meditatie van vandaag. Dus doe lekker met me mee en fijn, vind een fijne positie. Je kan deze meditatie zittend of liggend doen. Dus kies een positie die voor jou nu lekker voelt. Adem lekker in en uit terwijl je ogen sluit. De buitenwereld even helemaal buiten laat. En je aandacht helemaal brengt naar jezelf, je lichaam, je ademhaling. Terwijl je hier zo zit of ligt, voel je je adem in en uit je lichaam bewegen. En je voelt je lichaam en alles wat zich daar aandient, de sensaties, spanning, ontspanning. Energie die je voelt bewegen wellicht. Neem een moment om helemaal stil te worden en aanwezig te zijn. Scan dan rustig door je lichaam en voel waar je weerstand of spanning waarneemt. En wat je ook kan doen is je mind vragen: waar maak ik me op dit moment zorgen over? Of wat is op dit moment in mijn leven hetgene waar ik de meeste moeite mee heb? En op het moment dat je zo'n gedachte hebt, kun je kijken wat die gedachte met je doet als je bij die gedachte blijft. Bijvoorbeeld het gedachte: ik moet haar teleurstellen. Wat doet die gedachte in je lichaam? En die gedachte die ik noem is natuurlijk een voorbeeld, maar dat soort gedachten kunnen het zijn. Ik moet haar teleurstellen, of ik krijg het nooit af, of wat zal hij wel niet denken als? Of een uitdaging die je nu in je leven hebt, waarin je wil groeien en waarin je weerstand tegenkomt. Dus je kan beginnen bij een fysieke sensatie van weerstand of bij een gedachte. En voelen wat die gedachte dan weer doet in je lichaam. En als je dat gevoel in je lichaam opmerkt, blijft er dan bij? En probeer het niet weg te ademen, probeer het niet met je bewustzijn weg te toveren, maar blijf erbij en maak het iets erger. Dus als je bijvoorbeeld een spanning voelt in je vuisten, maak dan die spanning wat erger. Bal je vuisten. Als je voelt dat er in je buik een knoop zit en je lichaam wil daarbij samentrekken. Laat dat dan samentrekken. Dus overdrijf een beetje die weerstand, die spanning die je in je lichaam waarneemt rond dit probleem of de uitdaging. En laat dan weer los en maak de tegenovergestelde beweging dus bij de gespannen vuisten laat je je vuisten juist helemaal ontspannen, of bij die ingetrokken buik laat je je buik helemaal ontspannen, maak je helemaal open, open je borst, open je lichaam, ontspan je hoofd, je voorhoofd en zucht lekker uit. Maar dit doen we niet om de weerstand te laten verdwijnen, maar om bewuster te worden van waar die zit. En welke bewegingen er aan beide kanten van de medaille zijn. En dan wil ik je vragen om in deze ontspannen houding te blijven zitten of liggen. Naar het gebied te gaan waar de spanning nog waarneembaar is. En dit gevoel volledig te omarmen. Je mag zelfs zeggen tegen dat gevoel: je mag er helemaal zijn. Spanning of de weerstand daar kun je tegen spreken, daar kun je tegen zeggen, hardop of in jezelf. Je mag er helemaal zijn en dan mag je bij dat gevoel en met die intentie in stilte aanwezig blijven. En kijk echt of je elke verborgen agenda van dit toch willen veranderen los kan laten. En kan jezelf kan gunnen om te ontdekken hoe het is om bij weerstand aanwezig te zijn zonder het op te willen lossen. Zonder er doorheen te willen gaan. Zonder het weg te willen toveren. Echte aanwezigheid bij dat gevoel, een totale erkenning van dat gevoel. Blijf ademen. Zet niks vast. En kijk of je iets kan verzachten in je lichaam. Uh, weer niet om dat gevoel weg te toveren of om het te laten doorstromen of wat dan ook. Maar puur om het helemaal toe te laten. Het helemaal te laten zijn. En in deze staat van aanwezigheid wil ik je vragen om stil te staan bij de vooruitgang die je de afgelopen tijd rond dit thema hebt geboekt. Wat zijn dingen die je hebt gedaan die er juist voor hebben gezorgd dat je deze spanning nu tegenkomt? En dat kan zijn heel praktisch in gedragkeuzes, dingen die je echt hebt gedaan. Het kan ook zijn dat het op subtieler level is, dat je bereid bent om hier überhaupt naar te kijken. Dat je gevoelens rond dit thema meer toe bent gaan laten. Dus kijk eens. En daar mag je gewoon over denken. Ook in meditatie mag je die ruimte gewoon nemen. Om stil te staan bij de vooruitgang die je hebt geboekt rond dit thema. Zo subtiel of zo praktisch en duidelijk als het misschien maar is. Blijf ademen, zet niks vast. Blijf aanwezig in je lichaam terwijl je misschien ontdekkingen doet. Dat je bewust wordt van de dingen die je hebt gedaan, de ruimte die je hebt gecreëerd. En dan keer je weer terug met je aandacht bij dat gevoel van weerstand of spanning. Of misschien inmiddels energie die begint door te stromen. Helemaal aanwezig, weer zonder er iets aan te willen veranderen. En dan wil ik je vragen om het te shiften van. Weerstand die je tegenhoudt, en het te gaan zien als een teken dat je groeit. Een teken dat je capaciteit om te voelen, te ontdekken, groter is geworden. En dat je weer een nieuw veld van ontdekking, een nieuw speelveld aan het betreden bent. En met alle zorgzaamheid en liefde die je voor jezelf en je lichaam hebt, wil ik je vragen om dat deel in jezelf, waar die weerstand of die spanning wellicht nog voelbaar is, te vragen, wat heb jij van mij nodig? Wat heb jij, dat deel, van mij nodig? Kijk of daarbij een antwoord of een boodschap opkomt in je. blijf even bij een stilte bij die ruimte creëer een ruimte voor de boodschap of het antwoord om op te komen blijf bij je lichaam en bij dat gevoel open verwonderd Kijk dan welke commitment je dat wil geven. Kijk of je een boodschap hebt voor dat deel van jezelf. dat iets van jou nodig heeft. dat vraagt om zorg, liefde, tijd, aandacht. En kijk of je dat kan en wil geven. Blijf ademen, blijf voelen, blijf openstaan. Zucht lekker uit. Adem lekker diep in door je neus en zucht uit door je mond. En dan laat je dit allemaal weer los. Terwijl je weet dat je altijd terug kan keren bij jezelf, bij de gevoelens in jou die hun aandacht vragen. Voor nu laat je dit los en voel je weer goed hoe je hier zit of ligt. Je voeten op de grond als je zit, je billen op de stoel of op de bank. En als je licht de ondergrond die je draagt, de gronding, de steun, alle veiligheid. En dan kom je weer rustig helemaal terug en op je eigen tempo kun je dan ook je ogen weer openen. Je weer even oriënteren op de plek waar je zit. Je lichaam bewegen en voelen wat er allemaal is. Aangeraakt, wat er is gebeurd, wat je nog na kan voelen. Neem als je wil nog even een moment om in je journal of in je dagboek te schrijven. Daarin kun je antwoord geven op de vragen die ook in de meditatie aan bod zijn gekomen. Ik hoop natuurlijk dat het je mooie inzichten heeft gegeven over je groei, over wat je nodig hebt en misschien zelfs over delen in jou die extra aandacht en heling uh, vragen van jou. Zoals altijd, als je deze meditaties waardeert, schrijf dan alsjeblieft een review voor me op de Apple Podcast App. Dat waardeer ik enorm en dat helpt mij om mensen te bereiken met deze meditaties. Wil je meer inspiratie? Dan zie ik je heel graag op Instagram. Daar ben ik dolly.nl. Volg me daar dus voor meer. En natuurlijk zie ik je heel graag weer bij een volgende meditatie in de Magische Momenten Podcast.